Politiebeelden die gemaakt zijn in een groot onderzoek naar drugshandel laten goed zien hoe gewiekst verdachten soms te werk gaan. Deze video is in april al gemaakt in een loods in Den Haag en nu pas naar buiten gebracht. In de vrachtwagen die er staat blijkt een dubbele bodem gemaakt te zijn en daar lag cocaïne uit Engeland onder met een straatwaarde van zo'n 16 miljoen euro en er werden 9 mensen voor opgepakt. Dat was in april. Vanmorgen werden in hetzelfde onderzoek 7 panden doorzocht in Rotterdam, Vlaardingen en Roon. En werden 2 verdachten ingerekend. In Rotterdam werden bovendien 11 vrachtwagens in beslag genomen. Het hele onderzoek heeft een klein jaar geduurd. De politie kwam de hele handel vorig jaar september al op het spoor.